Slimme kopbal van Damme, de Sutter, bal iets te ver weg. En dan moet hij ineens trappen, Boussoufa. En geluk voor... Oh, wat een pech. Voor die doelman van Roeselare. Jurgen Sieris, dat wens je niemand toe. Die bal wijkt wat af onderweg, dacht ik toch. En dan krijgt hij hem zo ergens tussen de benen, blijft hij hangen. En dan gaat hij op zoek naar die bal. En duwt hij hem toch wel binnen, zeker. Ah ja, Jurgen Sieris. Maar een 2-0 voorsprong voor Anderlecht is meer dan verdiend daar.